Dit jaar vindt de 15e editie van de Masters of Luxury plaats. En de voorbereidingen van de beurs zijn inmiddels al maanden in volle gang. Vandaag wordt hier in de Allard Studios in Amsterdam het nieuwe campagnebeeld geschoten. En dat beeld zal straks schitteren op de cover van Luxury Magazine. 11 zorgvuldig geselecteerde masters die elk uitblinken in hun vakgebied maken vandaag hun opwachting in deze studio. En ze worden gefotografeerd door niemand minder dan Rahi Rezvani. En ik neem een kijkje backstage vandaag. Hoe gaat het eruit zien? Wat is het idee erachter? Nou, dit is natuurlijk feest. We proberen ieder jaar een thema te geven aan de beurs. En dit keer is het, ja, Life is a Celebration. En dat is wat we willen laten zien, ook met deze shoot. Heel basic, heel down to earth, heel modern, heel buitenlands. We hebben gekozen voor een hele mooie, gevarieerde groep aan mensen. Traditionele, luxe, nieuwkomers, talenten. Ja, heel bijzonder dat Connie meedoet. Waarom? Ze heeft ooit de eerste beurs geopend. Dus dat is natuurlijk heel gaaf ook om haar dan na 15 jaar terug te zien in het beeld. Ja, en we verheugen ons erop. Ik had een rode krullen had ik. Dat leek ook gedaan natuurlijk. Een hele mooie turquoise avondjurk met allemaal mooie steentjes erop. Ja, dat vind ik nog heel goed. En ik vond het leuk, want Tamar die zei, je moet even out of the box denken. Dus het moet gewoon even anders. Iedereen is mooie avondkleding. Je moet lekker stoer met je haar naar achteren en met een smoking aan. Dus ik ben heel blij mee. Ja. Echt heel goed te zien. A celebration to last throughout the years. Celebrate life. Nou, hoe ga je dat nou doen? Ik had eigenlijk heel ABC. Dacht ik, we gaan gewoon black tie. Iedereen moet er super mooi uitzien. Een beetje in een kleurthema gewerkt. Heb je helemaal carte blanche gehad? Of hebben we bepaalde masters, hebben die nog wensen? Of willen die zichzelf kleden? Nou, officieel heb ik carte blanche. Maar een portret is een portret. En iemand moet zich gewoon heel fijn voelen in wat wat hij of zij aan heeft. Bij het thema feestelijk denk je vaak aan dat het heel zwaar moet. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Dus vaak, ja, als je gewoon een mooie natural glow erop zet, ja, dan versterkt het ook al heel erg je kleding. En we gaan vandaag ook veel meer uitpakken met kleding en met sieraden. Dus we houden het make-up iets rustiger. Jullie werken heel vaak met Rahi Rezvani. Wat maakt hem zo goed? Wat hij maakt is voor mij kunst. En hij is echt heel erg secuur en precies en... Als je een foto ziet van hem of werk ziet van hem, dan zie je hem, oh ja, dat is Rahi. En dat maakt iemand tot een kunstenaar. Wat moet een master eigenlijk hebben? Ik denk dat het een combinatie is van heel positief in het leven staan, ondernemerszin hebben, dus het gevoel dat je overal mogelijkheid in ziet en de allerbeste willen zijn. Het thema voor het campagnebeeld van Luxury is celebration. Hoe vier jij het leven? Ik probeer eigenlijk elke dag te genieten. Lekker stappen met mijn vriendinnen. Lekker uit eten gaan. En maar ook zeker genieten van het werk wat ik doe. Omdat ik dat ook heel leuk vind. We zijn natuurlijk heel trots dat het de 5e editie wordt. Het wordt ook de grootste editie. 5 hallen, 35.000 vierkante meter. En wij gaan zelf, ook omdat het 15 jaar is, veel extra events eromheen organiseren.